Pinakaling nila. Just the way sa'yo, Fruit. The COVID to yung most well, does there come to first 13 of a new team? So, kami yung lokal, one of the business, nita rin ito. Waarom ben je komen vaccineren? Ja, ik vind het is belangrijk voor mijn gezondheid en dat ik me veilig kan voelen. Daarom ben ik gekomen. Ben je alleen gekomen? Nee, met vrienden. En waarom hebben jullie dat gedaan? Gewoon, vinden het beter om samen te komen, om het elkaar te stimuleren. Waarom ben je komen vaccineren? Ik persoonlijk wil zo snel mogelijk naar het normaal gaan. En de enige manier daarnaar is om dan te vaccineren. En dat is als het ware, als ieder zich gaat vaccineren, hoe sneller we naar het normaal kunnen gaan. Voor de rest wil ik gewoon ieder ook aanmoedigen om zich te laten vaccineren. En we zijn opgeroepen om te komen vaccineren, dus daarom ben ik hier. Ik was een beetje sceptical als het ging om die vaccinatie, omdat ik het niet, ik vertrouwde het niet, maar de informatie die ik kreeg vond ik niet zo betrouwbaar. En toen ze aangaven van de leerkrachten zijn aan de beurt, om het zo te zeggen, dacht ik van laat me toch mijn eigen onderzoek doen en kijken wat ik zelf vind. En dan mijn eigen conclusie trekken in plaats van luisteren naar de rest. Dus dan ben ik komen vaccineren. Meneer Dorsen! Had je deze drukte verwacht? Nee. Ik kwam 12 uur hier aan en ik was helemaal aan de andere kant van de schoolerf. En het is nu al bijna 4 uur. En ik ben nu pas geprikt. Republic of Cuba. Teres.
Ik vind het gewoon leuk dat mensen komen vaccineren. En dat ze beseffen dat het iets is dat waar is. Want een heleboel mensen vinden dat het niet waar is. Dus ik ben blij dat mensen het komen vaccineren. Ik hoop dat ieder komt en we dat uit het heel COVID gebeuren gaan. Kijk, mevrouw, je moet naar de toilet. Ja, het is super druk. We hebben oproep geplaatst voor de leerkrachten, maar de samenleving heeft er gehoor aan gegeven, de hele samenleving. Ik had gemikt op 200-300 mensen, maar ik denk dat we over de 500 al zitten en er zijn nog steeds wachtende voorin. We moesten hulp inroepen van andere locaties, waar het minder druk was om ons te komen helpen hier, want zelf zouden we het niet redden. Het is gewoon veel stoos, je kunt het zien, het is super druk. Halen jullie de lockdown dan, want het is nu al 4:30? Yes, ook daarmee hebben we gebeld met de leiding. We willen de mensen niet wegsturen als ze eenmaal hier zijn om te komen vaccineren. Belangrijk voor de samenleving is te weten dat, dat een deel misschien al doorheeft hoe ernstig de situatie is. Het werd ver van mijn bed show werd het gezien. Het is helemaal in India, het is helemaal in Brazil. Maar ook hier in Suriname hebben we het probleem dat er gewoon geen plek is om mensen neer te leggen als ze ziek zijn in het ziekenhuis. Dat mensen gewoon, dat er gekozen moet worden wie geholpen wordt en wie niet. Omdat er gewoon nergens plek is. Alle ziekenhuizen hebben opgeschaald. En de reguliere zorg hebben ze afgeschaald om dan de mensen te kunnen helpen. En dan nog zitten we onder bezetting. We kunnen bijvoorbeeld een hotel openen en alle mensen daar leggen. Maar als we geen personeel hebben, dan houdt het ook op. Als wij samen de komende 2-3 weken hard vechten en ons aan de regels houden, denk ik dat we heel gauw uit deze derde zware golf zijn. Goeiedag, als het niet dringend is, kunt u me later bellen. Had je dit verwacht? Nee, is buiten verwachting om. Ik denk dat de stijgende gevallen die er zijn, dat mensen echt vandaag massaal naar hier toe zijn gekomen. Maar we zien ook mensen van andere bedrijven hier. Ik had wel opgeroepen dat leerkrachten met hun ouders en hun partners mochten komen, hun echtgenoot, hun geliefde. Maar dit is buiten verwachting om. En we hebben gezegd, we helpen iedereen. Het coördinatieteam heeft gezegd, we gaan niemand wegsturen. U ziet, we zitten al bijna bij 5:00 en de rijen zijn nog lang. Maar we gaan iedereen helpen. We gaan echt iedereen helpen. En ik denk dat mensen bewuster zijn geworden. Zeker nadat wij in code zwart zijn beland. We negen die richting op te gaan. Dus mensen beseffen hoe ernstig de situatie is. En ik ben blij dat we zeker met deze vaccinatiecampagne vandaag een zeer geslaagde activiteit hebben. En ik hoop dat iedereen zich gaat laten vaccineren. Het is al 6:00 geweest. Gaan jullie allemaal naar POC? Nee, we hebben hier afgestemd. Ik ga zo meteen bellen met de minister van Justitie en Politie. Dat de mensen op vertoon van hun vaccinatiekaartje, dat zij dan gewoon mogen rijden naar huis. Want niet zomaar bent u gekomen. Dit zal straks als bewijs dienen dat u gevaccineerd bent. Het is een beetje uitgelopen. U ziet de drukte was er. Maar we hebben iedereen kunnen helpen die hier aanwezig was. En een van onze doelen was om mensen zoveel mogelijk te vaccineren. Dus we hebben ze niet naar huis gestuurd. Dames en heren. U moet echt een beetje afstand houden. Anders kunnen wij niet werken. Het is nog steeds COVID-tijd. Kunt u afstand houden alsjeblieft?
mensen zijn zo op elkaar. Dus de kans op besmetting dan groter. Nee, we hebben dus zoveel mogelijk mensen getracht dat ze hun mondkap op hebben. We hebben echt, we zien erop toe dat ze hun mondkap niet afzetten. En als ze dat ook doen, zeggen we ze nee. Die groep is groot. Maar belangrijk is dat ze hun prikje vandaag nemen. En wat voor prik? Ja. Natuurlijk hadden we de drukte niet zo verwacht en ik denk dat het een groot succes is geworden. En daar zijn we blij om, want we wisten dat die bereidwilligheid er niet was. Hoe gaat de volgende eruit zien? Want jullie zijn overrompeld, neem ik aan. Ja, we zijn overrompeld en de mensen hebben nu al gevraagd. Maar ik denk dat we kunnen altijd dingen beter doen. Ik denk dat we de volgende keer wat meer locaties gaan zetten om te prikken. En wat meer verspreiding. Nu hebben we op 3 plekken nu. In het begin was het maar 1 plek. Dan had je de concentratie daar. We leren allemaal elke keer. Dit hadden we niet verwacht. Maar ik denk zeker dat er leermomenten zijn. En die gaan we zeker meenemen. Hoeveel mensen hebben we? Want we moeten rekening houden dat er niet zoveel mensen zijn. Dus we gaan goed sluiten. 7. Ja. Na vandaag, over 8 weken, er staat een datum hier. Dat is 13 juli. Dan komt u in aanmerking voor dosis nummer 2. Prikje nummer 2. Ja, lieve mensen? Oké. Dus over 8 weken. Oké. Niet eerder dan dat. 8 weken.